de Ierse ruiter Alex Duffy met WCE Cruco, Iers gefokt van Cruising Mount Darko. Paard in mede-eigendom van Alex Duffy's voormalige werkgever Carl Henley. Inmiddels op eigen benen, deze Alex Duffy. Hij heeft zijn cruising nakomeling goed in de lucht hier. Ja, ziet er imponerend uit. En effectief. Een paard wat steeds hoger lijkt te gaan springen. Dan moet hij dan maar even volhouden. Want deze lastige dubbelsprong zorgt al voor veel problemen. Geen enkel probleem voor Alex Duffy en deze Kruko. Zij zijn erbij. Ze maken er een barrage van. De nummer 2. Voor de barrage 27 starters en pas 2 nullers. Dat zegt toch wat over dit parcours, hè Chris? Ja, selectief parcours. Maar we kunnen ook wel zeggen dat het gewoon een fair parcours is. Er staan geen hele gekke dingen in. En de fouten die gemaakt worden, die vallen eigenlijk overal. Toegestaande tijd niet al te uitdagend. Dus ik denk dat het kaf van het koren op een eerlijke manier gescheiden wordt hier. Tijdens de eerste internationale grote prijs. Op Equestrian Center de Pilberg.